Het is nu echt de doodsteek voor de ondernemers. En we weten ook allemaal, per 1 februari, Ursula von der Leyen gaf het aan, dat ze een EU-prikplicht willen. Duitsland is de leider van de EU, dus dan kun je ervan uitgaan dat de rest van de landen zullen volgen. Ze willen natuurlijk een gecentraliseerde superstaat, dus dat mandaat zal dan ook zeker vanuit de EU gaan komen. Te weinig IC-bedden, te weinig personeel. 2 jaar later, en nu gaat er bezuinigd worden op de zorg. Hoe ridicuul is dit? Wie kan dit nog geloven? Dus iedereen wordt zo helemaal gek gemaakt, zodat de ouders makkelijker toegeven aan een eventuele vaccinatie of prik voor de kinderen. Een half jaar geleden waren wij nog in Turkije, toen was 1 euro 10 lira. Nu dus 1 euro is 20 lira. Ja. Moet je nagaan dat in een half jaar tijd je de helft van jouw vermogen verliest. Ik zie nu zo'n verandering op verschillende gebieden. We gaan in 2022 veranderingen zien die zeer positief zullen zijn voor ons allemaal. Maar de machthebbers weten dit. Hallo allemaal. De afgelopen maanden hebben we ons met enorm veel passie ingezet om het platform Next op te kunnen zetten en om een eerlijk geluid te kunnen bieden. Onze teamleden voor en achter de schermen hebben zich de afgelopen tijd naast een fulltime baan hiervoor ingezet. Omdat wij de wereldsituatie momenteel drastisch zien veranderen, voelen wij de noodzaak om ons volledig in te zetten voor Next. Het eerlijke geluid daarmee verder naar buiten te brengen om onze generatie te informeren en te activeren. Mocht jij ons willen helpen, dan is een financiële bijdrage meer dan welkom. Dat kan via de link in de beschrijving of de link in de bio van Instagram. Dankjewel. Welkom bij een nieuwe aflevering van Next. Ik ben hier vandaag weer met Duncan Robles en ik ben Laura Hos. Een maand geleden vertelden we, de achtbaan gaat beginnen. En ik denk dat het niemand ontgaan is dat de achtbaan daadwerkelijk begonnen is. Want wat is er weer allemaal gebeurd, Duncan? Ja, het is echt chaotisch. Afgelopen week een harde lockdown aangekondigd. Ja. Een maand lang, een week voor kerst. Mm-hmm. Bizar. Ja, ja, het is wederom logisch dat ze dit doen. Zoals ik het zie, is dat het echt de laatste stuiptrekken zijn van de machthebbers. Ze zijn volledig in het nauw gedreven en proberen echt op het laatste moment iedereen te dwingen om aan hun orders te voldoen. Maar dit gaat natuurlijk in mijn optiek resulteren in één ding. En is dat er steeds meer draagvlak weg gaat vallen voor hun plannen. Ja, je ziet het nu eigenlijk al in alle lagen van de samenleving, dat het draagvlak echt aan het wegvallen is. Mm. Want de ondernemers die nu allemaal voedsel hebben ingekocht voor de kerst. Ja. Allemaal leuke kerstspulletjes, bloemetjes. Ja. Alles kan weg. Ja, ze hebben het expres gedaan. Expres. Om iedereen een klap toe te dienen, om iedereen kapot te maken. Het is expres gedaan. Alles dicht, mensen zitten thuis, kunnen geen kerstcadeautjes en dergelijke kopen. Nee. Niet dat dat het belangrijkste is, maar het is nu echt de doodsteek voor de ondernemers. Ja, het is natuurlijk ook een gevoel van liefde naar elkaar toe, om cadeaus voor elkaar te kopen, om met elkaar te zijn. En er mag natuurlijk zo min mogelijk liefde aanwezig zijn momenteel. Dus ze willen iedereen alleen thuis hebben met maximaal 2 personen en anders met kerst met 4 personen. Ja, hele families gaan bij elkaar zitten. Ze weten dat dit ook gebeurt. En ze proberen iedereen gewoon gek te maken. Het is expliciet daarvoor bedoeld. En tijdens de persconferentie werd ook weer heel erg benadrukt op de boostershot. Ja. Zo snel dat het nu al gebeurt. Het is echt bizar. En ik denk echt dat het draagvlak bij heel veel mensen weggevallen is voor die boostershot. Ja, absoluut. Kijk, die boostershot, die willen heel veel mensen niet. Als ik een beetje om me heen kijk, de meeste mensen hoor, ook mensen die geprikt zijn, die willen die boostershot niet. Want ze dachten natuurlijk allemaal naar de eerste of tweede prik vrij te kunnen zijn. Iedereen werd lekker gemaakt met het beloofde land. Maar dat beloofde land is er nu weer volledig afgepakt. Ja, iedereen heeft echt gehoopt dat na die 2 vaccinaties dat het klaar zou zijn. Dat alles weer normaal zou worden. Maar iedereen is toch echt van een koude kermis thuisgekomen. Ja. Daar is niets van waar geweest. Sterker nog, het tegenovergestelde gebeurt. Mm. En ik denk dat nu echt heel veel mensen inzien dat ze echt finaal voorgelogen zijn. Ja, en dat is de eerste stap naar wakker worden. Ze zullen allemaal wakker gaan worden. En we gaan wederom 2022 een zeer, zeer turbulent jaar tegemoet. Ik geloof een jaar waarin wij heel veel veranderingen gaan zien op het financieel gebied. Dus het financiële systeem gaat een enorme transitie doormaken. Maar ook de regeringen zullen transities doorgaan maken, dus de regerende macht.